Het is er eindelijk. Een van de grootste updates in Clash of Clans is eindelijk uitgekomen. Het is echt super nice. Als je namelijk hier linksonder kijkt, dan zie je nu een nieuw icoontje. Namelijk dit icoontje. En dan kom je bij een totaal nieuw iets wat echt heel awesome is. Het is een soort van Battle Pass in Clash of Clans. Daar kan je het wel een beetje mee vergelijken. Want je kan een gouden kaart kopen voor 5,50 €. Hoeft niet, je kan het ook gratis doen. Maar met die kaart krijg je wel echt heel veel voordelen. En dat is dan geldig voor 1 maand lang. Want het seizoen eindigt zeg maar aan het eind van de maand. Je krijgt dan voordelen. Je ontgrendelt dat je bouwvakkers 10% meer sneller werken. En dan kan je volgens mij upgraden. En hoe vaak je het upgrade, hoe sneller ze werken denk ik. Je hebt trainingsboosten, je hebt donatie voor 1 edelsteen. En je hebt nog onderzoeken dat ook sneller gaat. En hier heb je een lijst met allemaal beloningen die je kan krijgen. Door deze uitdagingen te voltooien zeg maar, ga je deze dingen vrijspelen. Bijvoorbeeld hier, als je bijvoorbeeld in totaal 1000 troepen neerzet, zeg maar tijdens het aanvallen, in totaal zeg maar qua attacks, dan kan je punten vrijspelen. Dan verdien je 80 van die punten en dan ga je hier verder. En dan stel, dan zou ik deze vrijspelen. En je verdient dus ook nog die goud. De onderste wat je ziet, dat speelt iedereen vrij. Dat kan je ook doen zonder te betalen. En wat je in de bovenste rij ziet, dat speel je vrij als je ook nog eens 5,50 € erbij betaalt. Dus dat is super sick. En dat gaan we natuurlijk doen. We gaan natuurlijk die 5,50 € uitgeven en gewoon dingen kopen. Ik zeg niet dat jullie dat ook moeten doen. Absoluut niet. Je kan het ook heel goed spelen door gewoon gratis te doen. Maar ik ga het wel doen. En als jullie er zin in hebben, smash dan dat duimpje omhoog. 1000 likes zou super awesome zijn op deze Clash of Clans video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we het maar doen. Seizoen, april, let's go. En hopelijk gaan we gewoon even veel punten deze video verdienen. Ik ga er echt voor strijden, maar dat moet haast wel te doen zijn. Aankoop is voltooid en dat betekent dat wij dus nu de Battle Pass hebben. Ja, ik noem het de Battle Pass. Eigenlijk is het geen Battle Pass. Maar we gaan er dus nu voor strijden. Verdien een ster. Kijk, je hebt die trouwens dagelijkse uitdagingen. Die heb je elke dag. En je hebt hier zeg maar uitdagingen die je zeg maar gewoon voor langere tijd hebt, of volgens mij onbeperkt. Deze blijven hier gewoon staan. En die dagelijkse uitdagingen die worden dus zeg maar elke dag weer vernieuwd. Dus het is wel handig om redelijk actief te spelen in Clash of Clans. Wil je hier veel van vrij spelen. En je kan het dus ook met edelstenen kopen. Dat ga ik nu natuurlijk niet doen, want ik wil het gewoon vrij spelen door te attacken. Ik kan mijn troepen wel even boosten. Oh, je hebt trouwens nu skins. Oh, yo! Nice! Oké, dit is wel baas. Ja, ik wist dat je nieuwe skins hebt. Dat heb je dus ook nieuw. Deze, die heb ik toch gekocht? Of dan moet je vrijspelen door de dagelijkse beloningen vrijspelen. Dat zou misschien ook kunnen. Maar dan moet ik troepen doneren. Ik zal eerst even gaan aanvallen. Dan heb ik in ieder geval even die ene voltooid. Ik ga dan wel even een base aanvallen die dan redelijk makkelijk is. Ja, ik moet dan een soort van combinatie doen. Het beste is eigenlijk om gewoon 3 sterren te halen. En dan had ik eigenlijk die beest hier 2 voor moeten aanvallen. Maar ik ga eventjes op zoek naar een beest die hier goed voor pas komt. En dan ga ik die aanvallen. Maar weet je wat? Ik doe deze op zich wel. Ik weet sowieso dat ik die hoofdgebouw hier neer ga halen. Plus hij heeft die al zijn goudkluis hier staan. Waar op zich nog redelijk wat in zit. Dus ik ga mooi via deze kant aanvallen. Doen die boogschutter. Deze doen we erbij en deze doen we erbij. Dan gaan we hier de boel een beetje boosten. Oeh, hij heeft daar een elektrodraak. Dat is wel een beetje voor top. Gaan we daar nog meer boosten. Wat zullen we nog meer doen? Ik zal hier nog even een helingspreuk neerzetten. Dan zet ik hier ook nog een helingspreuk bij neer. Zodat alles in ieder geval een beetje levend blijft. Mijn boogschutterskoningin blijft daardoor ook inderdaad nog een tijd leven. Dus als het chill, ik zal hier ook nog helingspreuk neerzetten. Want we moeten sowieso zijn hoofdgebouw neerhalen. Dat vind ik het belangrijkste. Dat we in ieder geval die 2 sterren halen. Nu ga ik even die 2 boosten. En deze zal ik ook even boosten. Houden we mijn draken in het midden iets meer leven. En dat is op zich wel chill, want daardoor kan ik sowieso zo'n hoofdgebouw neerkrijgen. En dan heb je in ieder geval de 2 sterren, plus best wel wat buit. Dus dit was een vrij makkelijke aanval. Die laatste helingspreuk, die kan ik ook net zo goed inzetten. Waarom zou ik dat ook niet doen? Moet ik alleen wel even een goede plek vinden. Ik zal hem hier even neerzetten. Want ik zie dat daar ook nog wat draken zitten. En die kunnen op zich wel wat levens gebruiken. Heel misschien, met een beetje mazzel. Kan ik gewoon nog de 100% halen. Maar dat zien jullie aan het eind. Ik denk trouwens wel dat de 100% gaat lukken. Ik skip na het eind van het gevecht. Want dit kan nog eventjes duren. Oké, uiteindelijk best wel makkelijk de 100% gehaald. We moeten nog alleen die gebouwen hier zo neerhalen. En dan hebben we het gehaald. Ja, inderdaad. Best wel wat buit gemaakt. Plus natuurlijk de bonus. Plus 3 sterren. Dus ik ben er zeker blij mee. Krijg ik nu die update scherm. Nou ja, boeien. Ik weet het dus al. Ik ben al volop aan het... What the fuck?
Oh nee, ik wil helemaal niet naar YouTube. Ik wil, oh nee, ook geen Brawl Stars. Ik wil gewoon Clash of Clans blijven spelen. Ik dacht dat je dan gewoon doorging, maar je ging dus meteen naar YouTube. Maar we hebben dus nu allemaal dingen erbij gekregen. Deze heb ik nu dus voltooid, dus we hebben 20 punten erbij gekregen. Waardoor ik deze nu kan ophalen. Dus we kunnen nu donaties doen voor 1 edelsteen en nog eens 500.000 goud krijgen we er ook bij. En bij de volgende keer, we hebben dus 80 punten nodig en dan krijgen we die. Welke zou ik deze video nog kunnen halen? Ja, we kunnen, ja, deze kan ik op zich makkelijk halen, die donaties. Maar dan moet er iemand eigenlijk even vragen. Nou, ik heb het gevraagd. Iemand troepen nodig. Ik wil graag doneren. Dat is natuurlijk handig voor zo'n opdracht. Maar ik zal mijn troepen trouwens even boosten. Alles boosten. Dan genezen ze wat sneller. En dan gaan we zo meteen weer aanvallen als ze weer klaar zijn. En, oh hier, nice. Ik kan deze doneren. Dan heb ik die even gedoneerd. En als het goed is, heb ik nu deze voltooid. Ja, lekker hoor. We hebben dus nu deze voltooid. En dat houdt in dat we nu weer ietsjes verder zijn. Nog 20 punten nodig. En dan hebben we de volgende weer. Dan moeten we een van deze dagelijkse zien vrij te spelen. Met upgrades. Dat zou misschien wel kunnen. Als we gewoon een paar kleine upgrades doen. Boogschutterstoren. Lol. Alle prijzen zijn omlaag. What the fuck? Dat is ook allemaal aangepast. Dit kostte eerst 5 miljoen per upgrade. Nu kost dit 3 miljoen. Lol. En ik heb de laatste tijd zoveel geld uitgegeven aan al die upgrades om te doen. Deze is ook omlaag en dat is dus ook allemaal nieuw. What the fuck? Dat had ik helemaal niet door. Oké, dit is wel nice. Is dit dan ook? Ja, de kazerne is ook omlaag gegaan. Ik zou trouwens weer even wat troepen trainen. Dat is wel net zo handig. Dan ga ik dat eventjes doen. Ik zal even één draak wegdoen. En dan doen we hier even wat ballonnen bij. Spreuken bouwen, doe ik natuurlijk deze en deze. Oké, lol, dat is ook wel ziek nice. Zou ik dan ook nog een kazerne upgraden? Dan is al mijn goud bijna wel op, maar ja, ik doe het maar gewoon. En trouwens, waar ik ook achter kwam, wat ook nieuw is, er zijn eigenlijk vet veel dingen nieuw, is dat je zeg maar je dingen niet meer opnieuw hoeft te herstellen. Normaal als je een bom, als iemand je had aangevallen en die bom ging af, dan moest je hem zeg maar opnieuw beter maken en dan kost het dan goud en elixir en zo. En deze X-bogen die moest je dan herstellen, maar dat is nu ook niet meer. Dus het is echt allemaal zieke voordelen. Het spelen is gewoon wat makkelijker geworden. Het is wat leuker geworden. En daar ben ik wel echt blij mee. Als ik nog 2 gebouwen kan upgraden. Dan heb ik zeg maar die ook voltooid. Heb je niet iets heel goedkoops wat ik nog kan upgraden? Misschien ergens een bom, een luchtbom. Ja, bijvoorbeeld deze. Want die kost 2,5 miljoen nog. Of een veerval. Deze kost ook nog 2 miljoen. Ja, eigenlijk is alles wel redelijk duur. Een bom is ook nog 2 miljoen. Nou, weet je wat? We gaan in ieder geval even aanvallen dat we die dagelijkse buiten hebben vrijgespeeld. En dan zien we dan wel weer verder. Als mijn troepen klaar zijn, dan zie ik jullie weer. Oh, lol, what the fuck? Dit is ook heel debiel. Ik had eergisteren had ik deze geüpgrade, die kazerne. Daar had ik toen nog 5 miljoen elixir volgens mij voor betaald. En deze is nu 7 dagen en 22 uur bezig. Deze heb ik net geüpgrade en die is dus 5 dagen bezig. Oh, lol, dit is ook... Oh, yo, dat is echt zonde dat ik dan die andere kazerne net heb geüpgrade. Maar ik wist niet dat dit eraan zat te komen. Ja, ik wist dat er een update aan kwam. Maar ik wist niet dat alles zoveel omlaag zou gaan qua prijzen. Ik zal deze gewoon even genezen. Deze is bijna klaar. Dan gaan we gewoon weer lekker aanvallen. En dan zorg ik ervoor dat we weer even in ieder geval 2 sterren gaan halen. Zodat we de dagelijkse buit binnen hebben. En hopelijk kunnen we nog even 1 opdracht voltooien. Maar het is wel lastig, man. Welke moet ik dan halen? Ja, die upgrade. Die is het wel te doen. Dat ik 5 dingen moet upgraden. We gaan er in ieder geval gewoon voor strijden. Oh, weet je wat? Ik ga deze wel aanvallen. Ik denk, ja, heeft hier wel zo'n blazer. Precies die kant op. Maar ik denk dat ik hier namelijk wel redelijk ver kan komen. Of ik val via de bovenkant aan. Of ik val hier via de onderkant aan. Dan heb ik in ieder geval niet last van die blazers. Dat zou ik wel. Weet je wat? Ik ga via deze kant aanvallen. Want hij heeft redelijk wat buit. En ik denk dat ik wel behoorlijk wat kan verdienen. Dus we zetten hier draken neer, ik zet hier ballonnen neer en ik zet deze hier ook nog neer. Want ik denk dat we dan wel de 100% kunnen gaan halen. Ik zal even hier wat boosten en hier even een helingsbreuk bij neerzetten. Want ik heb namelijk ook nog wat in mijn schatkamer, dat is natuurlijk wel net zo chill. Yo, dit is wel echt een mega attack. Check dat ding ook daar losgaan, dat is echt niet normaal. En mijn barbarenkoning loopt daar ook rond, wat ook chill is. Dus daarom zet ik maar even een helingsbreuk daarbij neer. Dit is wel echt een hele dikke attack. Hier nog even een helingspreuk. Wat zou ik nog meer doen? Mijn boogschutterskoningin moet ik even boosten. Anders zou die zo doodgaan. Hier nog even 1 helingspreuk. En dan heb ik nu al mijn helingspreuk gebruikt. Maar we zitten nu al bij zijn toren. Dus dat is chill. Oeh, mijn barbarenkoning. Oh, die was ik net te laat met boosten. Dus dat is een beetje verkapt. Maar we hebben in ieder geval de 2 sterren. Dus we hebben sowieso die dagelijkse buit. We maken hier ook nog vet veel buit. En ik verwacht dat we hier ook wel nog de 100% gaan halen.
dan moeten we in ieder geval hier deze X-boog kapot zien te krijgen en dat vuurwerk daar zo. Want als dat daar blijft staan, dan wordt het heel lastig. Dus die moeten daar nu snel kapot. Ja, kijk, zo'n vuurwerk en zo'n Inferno-toren, die zijn echt fucked up. Maar dit gaat wel goed komen, ja. Ja, we gaan sowieso weer de 100% halen. Ik zie jullie weer als de aanval klaar is. Nou, laatste gebouw kapot, 100% weer. Oh, ik vind het weer zoveel leuker om te spelen. Dat is echt niet normaal. Plus nog de dagelijkse buit. En dan hebben we hier natuurlijk die in zitten. Ik kan wel even claimen. Dan zitten we nu weer op de 1,5 miljoen goud. En ook nog wat elixir. En hoe staan we die hiervoor? We gaan op zich wel lekker met die troepen droppen. Ja, dit is nu een beetje fucked up. Ik zit een beetje na te denken, wat kan ik nog doen? Maar ik kan eigenlijk niet meer zoveel doen. Want eigenlijk, ja, ik kan deze video dit in ieder geval niet meer halen. Dus dat is fucked up. Maar er gaat binnenkort sowieso een video online komen. Waarin ik probeer zo ver mogelijk te komen. En dan krijgen jullie een beetje het eindresultaat zien. Of misschien dat ik halverwege dit seizoen ook nog wel een video ga maken. Maar kijk, je kan hier zoveel shit verdienen, jongen. Dat is echt niet normaal. Oh, hier kan je die skin vrij spelen. Dan heb je zeg maar de maximaal aantal punten nodig. Je krijgt een heldenboek. En hier krijg ik dus 20% bouwvakkersboost. Er zijn zoveel dingen die je kan krijgen. Maar ik ga het gewoon lekker spelen. En dan krijgen jullie gewoon dit seizoen de hoogtepunten te zien. En je hebt hier dus seizoensbank. Dat zijn de dingen die je zeg maar krijgt. En volgens mij aan het eind van het seizoen krijg je dat vervolgens. Daar heb ik dus nu al best wel wat in gespaard. En als je volgens mij hier bent. Grotere seizoensbank. Ja, dus dan kan je in totaal 10 miljoen goud elixir en 100.000 duister elixir krijgen. En als je veel speelt, dan zal die bank waarschijnlijk helemaal vol zitten. Dan heb je zoveel zieke shit, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar dan was dit het in ieder geval voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Geen natuurlijk niet massaal dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik eigenlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!